Wij vervolgen met onze volgende onderwerp. We hebben niet zoveel tijd meer, maar we hebben nu aan de telefoon mevrouw Gretel Warrevrang. En zij is de voorzitter van Winkeliers en Ondernemersvereniging Suriname. Omdat we hebben gemerkt dat enkele winkeliers nog opschriften hebben op hun muur en op hun toonbank die aangeven dat ze geen wisselgeld hebben. En dat ze dan of snoepjes moet nemen voor ter waarde van 1 SRD of een ander, zeg maar, iets anders moet gaan doen om zo de compensatie van wisselgeld weg te werken. We willen even weten van mevrouw Wolfram hoe dat komt, wat de reden is waarom winkeliers overgaan tot zo'n actie. Mevrouw Wolfram, goedemorgen, welkom in deze aflevering. Goedemorgen, meneer Speer. Ja, als we dat zo horen en dat zo zien, kunt u ons aangeven wat eigenlijk het probleem is? Sowieso heeft dat eigenlijk al aangekaart. Er is sowieso een klein geldprobleem. Mm-hmm. Maar dat heeft eigenlijk ook weer te maken met dat er ook geen klein geld te vinden is. Mm-hmm. We proberen natuurlijk de mensen, de klanten, zoveel als mogelijk te stimuleren om met pinpas te betalen. Of desnoods met Unifi5P of Mopi. Mm-hmm. Maar klein geld is vaak wel een probleem, maar wat gebeurt ook vaak? Men, de klanten vooral, of tenminste niet allemaal hoor, ze sparen, ze plaatsen ook vaak de munten in hun spaarpot voor bijvoorbeeld hun kinderen of zo, waardoor heel veel klein geld vaak ook wel thuis ligt bij mensen. Nu is het zo dat je bij de banken ook geen klein geld kan vinden, dus die 2,50, de 1 SRD, kwartjes of zo, is ook heel moeilijk te vinden. Ja, u gaat maar, dus... Ja, sorry? U kunt praten. Ja, maar wat is het ook? Tijdens of als er een devaluatie plaatsvindt in een land, mm-hmm. dan ga je altijd wel een klein geldprobleem hebben. Want je gaat dan, feitelijk zou je dan opnieuw geld moeten laten bedrukken. Maar om geld te laten bedrukken, moet je ook die tegenwaarde hebben. En in verre heeft Suriname de tegenwaarde om opnieuw geld te laten bedrukken. Dat hebben we niet. Dus vandaar dat we ook met een tekort zitten, ook aan bepaalde biljetten of aan, tenminste aan kleingeld. Ja, u had dus even erover, dat de mogelijkheid wordt aangeboden door winkeliers om of te pinnen of via UniPay of MoPay te betalen. Maar sommige winkels hebben die faciliteiten niet. Hoe staat het dan daarmee? Dus wij proberen de winkeliers wel zoveel als mogelijk te mobiliseren om zoveel als mogelijk de mensen ook wel te laten betalen met Unify 5 of MoPay. Anders is het gewoon pinpas. Mm-hmm. Maar we weten ook wel dat niet iedereen de faciliteiten heeft als het ware om met bijvoorbeeld een pinpas desnoods te betalen. Want je moet ook wel rekening houden met bijvoorbeeld wat oudere mensen, wat senioren, burgers of wat bejaarden. Zij zijn niet echt gewend met pinpassysteem of met vooral niet MoPay of Unifi5P. Dus zij gaan eerder met kleingeld betalen. Maar we proberen wel de mensen zoveel als mogelijk te overhalen, eigenlijk, dus de winkeliers, om zoveel als mogelijk de faciliteiten voor MoPay, Unifi5P en alles wel in hun winkels te plaatsen, zodat de mensen dan op verschillende manieren kunnen betalen. Een ander punt, wat ook wel tegenwerking biedt, is dat de meeste leveranciers, de gros van de leveranciers, van de groothandelaren, willen dus in cash betaald worden. Dus als we de producten leveren, mm-hmm. moet de winkelier cash hebben om de mensen te betalen, behalve met uitzondering van Fernandes, Mitra en Parbobier. Zij zijn, als ik het goed heb, zijn zij de enige die geen cash ontvangen, maar de winkelier heeft dan ook weer cash nodig in zijn winkel om deze groothandelaren te betalen. Dus daar stuiten we ook weer even op. Want als de groothandelaren het mogelijk zouden maken dat de winkelier alles gewoon digitaal kan overmaken of dat ze gewoon een pasapparaat in hun dingen hebben, in hun wagens, in die leveringswagens, waardoor de winkelier ook met pinpas zou kunnen betalen, dan zou het natuurlijk een heel grote oplossing zijn. Ja. Mevrouw Wolfram, 2 vragen, dan gaan we richting het einde van dit gesprek. 1, zijn de winkeliers geholpen, zeg maar, in plaats van wisselgeld te geven dat je snoepjes krijgt? En 2, mag dat überhaupt, dat die winkelier eigenlijk je verplicht om je snoepjes te geven? Ik bedoel, dat kan toch niet? Kijk, ik snap uw standpunt, maar als er geen kleingeld is om te geven,
dan kunnen zij ook niet anders doen. Kijk, een winkelier heeft zijn eigen beleid, heeft zijn eigen, of tenminste, hij bepaalt zelf hoe hij of zij zijn onderneming draait, zijn winkel draait. Zij kunnen zelf bijvoorbeeld aangeven van, kijk, wij hebben dat kleingeld niet. Kijk, bijvoorbeeld in de jaren 80, toen er ook heel weinig kleingeld te vinden was, was ook Kirpalani met het systeem gekomen om in plaats van centen, toen had je in de tijd die centen en alles en nog wat, om dan met snoepjes en zo te komen. Dat was Kirpalani, 80er jaren. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje ook gaan werken in Suriname, maar niet alleen in Suriname, in andere plaatsen ook al, in Indonesië en zo. Maar als de mens, als de klant bijvoorbeeld het niet mee eens is, dat je, als je geen kleingeld hebt, dat je dan van de winkelier een snoepje krijgt, dan zouden dan de mensen ook wel adviseren om dan liever bij een andere winkel te dingen in zijn inkopen te doen, zijn of haar inkopen te doen, waarbij je dan wel je kleingeld kan krijgen. Maar kleingeld is schaars. En je kan niets ervoor krijgen. Dus het beste is dat je gewoon natuurlijk iets ervoor krijgt. Want als ik bijvoorbeeld winkelier ben en ik heb die 25 cent niet, ik heb dat kleingeld niet, hoe zou ik dan de persoon iets terug moeten geven? Dat gaat moeilijk. Oké. Nee, het laatste woord is nog niet gezegd. We proberen contact te maken met de minister van Economische Zaken hieromtrent. En dat gedeelte proberen we te brengen in het avondjournaal om 19:30. Dus reden genoeg voor u, beste kijker, om afgestemd te zijn op onze nieuwsuitzending van 19:30 vanavond. Mevrouw Wollaferam, hartstikke bedankt en we spreken u nog. Dank u. Okay. Ja.